farmers with my thumb in the wind. The leaves on the ground, winter's coming again. Solid on the surface. With my fishing pole and my bottle shine, bottle shine, bottle shine. Only long dark is blue. Looking in there, going to go. I guess I gotta hide away, far away. Cause I gotta find a way. De afgelopen week werd op het complex van VV Schaarsberg weer een voetbalkamp gehouden. Een van de organisatoren is Maurice Graaf. Als oud-prof heb ik zelf natuurlijk als jeugdig speler al verschillende voetbalkampen meegemaakt. Wilkoven voetbalkamp, Voetbal International voetbalkamp. Als profspeler ben je vaak gast op dit soort voetbalkampen. En ik vond dat altijd heel erg leuk, maar ik had ook altijd vaak het idee van dat wil ik zelf een keer proberen, ik wil daar mijn eigen draai aan geven. Het programma is veelzijdig. De spelers ervaren een week lang hoe het is om profvoetballer te zijn. Dus inderdaad de gewone trainingen van de professionals van Rode JC, dus de jeugdtrainers en de A-jeugd en tweede elftal spelers. Maar we beginnen op maandagmorgen met uitdelen van kleding, contract ondertekenen samen met Raymond Attenveld, de trainer van Rode JC, fotoshoot met hem. We hebben dus mediatrainingen hebben ze gehad. Ze hebben vanmiddag een demonstratietraining van Rode JC selectie, waarbij ze dus de handtekeningen daarna kunnen vragen. Ze hebben een voetbalplaatjesboek gekregen met allemaal 190 stickers van zichzelf, zodat ze dat kunnen ruilen. En dat heeft natuurlijk ook nog een andere rol, zodat ze ook iedereen op dit kamp leren kennen. Jong of meisje, jong of oud. Iedereen leert elkaar op die manier kennen. En we hebben een aantal leuke prijzen voor de vrijdag voor Fair Play. Het afwisselende programma valt goed in de smaak bij de jonge voetballetjes. Hoe vinden jullie het? Leuk. Ja, wat hebben jullie allemaal gedaan? Trucjes en zo. Heel veel. En ben je daar goed in trucjes? Ja. Dan mag je er daar eentje voor ons laten zien, hè? Hey, en jij, wat vind jij dat zo leuk aan? Ja, omdat we vaak partijtje doen en zo. En heb je al vaak veel gewonnen ook? Ja. Oké, en welk team ben jij? Roda. En ben je ook fan van Roda? Ajax. Ook voor Ajax? Ja, was je nog voor Roda? Niet. Voetballen leer je met vallen en opstaan. En wat hebben jullie allemaal gedaan al deze week? Techniektraining, partijtjes, op goal afwerken. En wat vond je leukste? Techniektraining. Ja, en hier in de ring, hier, hoe gaat het voetballen hier zo? Leuk. Ja. Ben je nou ook hard tegen die boarding op het schieten of niet? Ja. Hey, en je grote voorbeeld is Pires, hè? Wat vind je zo goed aan hem? Ja, ik kan goed schieten. Nou, hey, ik zou zeggen, schiet ze erin, hè? Is goed. Een van de doelen die de organisatie voor ogen heeft, is om de techniek en het spelinzicht van de deelnemers te verbeteren gedurende de week. Maar het allerbelangrijkste is dat het plezier naar voren moet komen. Ze moeten hier met plezier aanwezig zijn en alles ondergaan. En aan het eind van de week ook een idee hebben, oké, dit houdt dus in als ik profvoetballer ben. Dit wordt van me gevraagd, ongeacht of ze nou goed of slecht kunnen voetballen. En met het plezier zat het zeker goed deze week. Hoi camera.